Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Deze vent die heeft de hele nacht het huishouden hier op stelte gezet. Er is niks aan de hand. Hij is niet ziek. Hij is gewoon rebels. Ja, rebels, hè? Nee, nou stoppen. En omdat hij dus zo lang wakker is geweest, is hij zo vervelend als de pest. Oh, Jordi ligt nog te slapen, want ook die is wakker geworden van deze... van dit kleine kadaver. Sam die heeft wel gewoon zover ik weet geslapen. En Niels heeft mij ook zo lang mogelijk en zo veel mogelijk laten slapen. Omdat ik nog steeds niet lekker ben. Maar ja. Ga goed liggen dan. Voor mama moet het ook nog trekken zijn, hè, jongen. Dat is het niet als je met je knieën in mama's maag zit. Dat heb je al ooit eens 9 maanden of ja, 8,5 maand gedaan. Ja. Ik hoop dat Jordi nog even slaapt, want dat is voor hem ook wel fijn. Maar ja. En dan heeft hij een broer die aan het vervelen is. Hallo, doe jij eens even voorzichtig. Is die gast vervelend, dat is hem. Nou, als moeder zelf ziek is, dan gaat ze niet uitgebreid die soep staan maken. Nee, wat doet ze dan? De versnelde versie. Want ook ja, die bestaat ook. Ben ik nou aan het maken? Ik ben nu een kwartiertje bezig. En hij is al bijna klaar. Hij moet even koken en dan is hij klaar. Maar ja, die heb je dus ook in de versnelde versie. En nee, die ga ik nou niet uitleggen. Heb ik geen zin in. Mocht je er wel willen, laat weten in de comments. Want ja, hè. Maar deze is extra pittig. Ja, want deze gaan de kindjes niet eten. Want dan vlammen uitkomt. Nou, dat is niet de bedoeling. Maar mama heeft nooit zoveel last van vlam uit de grond. Want mama is opgegroeid met pittig eten. En Niels, die mag het ook eten. Maar die zal er waarschijnlijk ook te pittig vinden. Dus. Maar goed. Sammy is in slaap gevallen. Ik heb inmiddels trouwens Jordi ook wakker gemaakt. Een fles gehad. Liam die heeft al fruit gehad. Want die ja, zeurt. Dus die heeft al fruit gehad. Als hij daar ook nog wel fruit wil, krijgt hij nog wel fruit hoor. En anders krijgt hij een boterham en dan gaat hij een keer zijn nest in. Maar hij is niet zo aardig vandaag. Hij is heel erg chagrijnig. Dat gezegd hebbende. Ja, ik ga zo fruit maken voor de rest van de Bambix bende hier. Want ik hoef nou nog maar eigenlijk voor 2 fruit. En ik heb nog wat meloen voor Liam staan als hij dat wil. Dus... je eigen niet te moeilijk maken. Vooral vandaag niet. En gisteren ook niet, maar vandaag ook niet. Liam ligt al op bed. Jordi heeft net zijn fles gehad. Af en toe is het net een opaatje. Ga jij eens zitten op je kont? Dan heeft hij zijn bril zo hangen. En dan denk ik, maar ben je af en toe ook een opaatje ook, hè? En Sammy ligt lekker hier. Een flesje te drinken. Je hebt ook wel poffertjes gehad, hè? Ja. Liam heeft geen poffertjes gehad, want Liam lag al op bed. Ja. Je moet hem wel goed vasthouden, jongen. Nee, Liam die was zo moe, maar ja, die heeft vannacht ook zitten etteren, hè? Dus, ja. Hoppakee. Je bril op. Ach, Jordi. Het is heerlijk warm.
In ieder geval, Liam die ligt dus al op bed, die ligt al te slapen. En Sam krijgt nu zijn fles, die ga ik daar ook op bed leggen. En Jordi weet ik niet of die gaat slapen. Kijken even hoe dat hij doet. En ja, voor de rest loopt het zoals het loopt. Goedemorgen, hier is iemand zojuist zelf gaan zitten. Sammy, ben je aan het doen? Niet de bedoeling, hè? Vriend? Maat? Is met een mat, hè? Die zit aan. Hier zit een vervelend kind. Jordi slaapt nog, die ga ik zo wakker maken. Sammy, ben je aan het doen? Mag niet, hè? Sammy, wat ben je nou aan het doen? Boom. En zo kan het ook. Met Sam gaat het ongeveer hetzelfde. Er zit niet super veel verbetering in. Bij hetzelfde. Hij heeft juist last van. Jordi bij mij weet het tot nu toe ook niet. Niels bij mij weet het tot nu toe ook niet. Dus, ja. Wat? Hij heeft al een snotneus sinds weet ik het wanneer. En hij zit eraan te pulken. Stop daar eens mee, vies peuk! Hallo? Stop daar eens mee. En ja, ik heb het net afgedaan. En nee, het heeft geen nut. Hij gaat weer een poging wagen, hoor. Moet je wel je armen gebruiken, hè, vriend? Hij probeert het weer. Het lukt hem nog niet. Word je nou boos omdat het niet lukt? Je bent er bijna. Ja, je bent er bijna. Oeh, boem. Nou, nou gaat mama jou wel troosten. Leef je nog? Ja, leef je nog? Gekkie. Je bent een gekkie. Vanavond weer lekker in bad, hè? Ja. Oké. En nee, ik heb gisteren niet veel meer opgeruimd. Maar ja, wat wil je ook als jij je gewoon echt wel goed voelt? Jordi wakker gemaakt. En fles gegeven. Die zit nu in zijn natuurlijke habitat. En hij is vrolijk. En blij om. Liam daarentegen is niet vrolijk. Die zit nou bij de achterdeur. Nou, hier is al iemand de fles aan het drinken. Zijn broertje heeft de fles al gehad en die ligt nu al op bed. En je hebt net gebadderd, hè? Want papa heeft jou een bad gedaan. In een schuimbad. Lekker, hè? Terwijl papa een verkeerde pyjama aangedaan, toen was het huilen. Toen was hij boos. En nu ligt hij lekker zijn fles te drinken. Wij zijn mijn vrienden. Ja. En dan gaat dadelijk Jordi even geholpen worden. Voor het bad. En dan gaat Jordi ook in een bad. En een flesje drinken en naar bed. En dan gaan papa en mama hier aan de slag. Een hele goede morgen.
Goedemorgen, wij zitten in de auto. Goedemorgen. We hebben een Pietje en daar hebben we een ook Pietje. En daar hebben we ook een Pietje, maar daar heb ik geen kleding voor. Maar wel een muts. Want op Niels' werk hebben ze vandaag Sinterklaas. En eigenlijk zou dat een hele theater zijn, maar dat is nu een doorloop geworden. Dus we zijn benieuwd wat we gaan zien. Ja, papa? Dus we zijn onderweg. Hoe is het met Sam? Met Sam die snottert wel, maar het lijkt beter te gaan dan papa. Jordi en Liam zijn gewoon hun eigenwijze zelf. Met mama gaat het ook iets beter. Dus ja, zolang het beter gaat is het goed toch? Dus wat dat betreft boffen we. Maar we gaan onderweg en we gaan zien wat het brengt. Ik probeer te filmen. Wil je met papa lopen? Jordi! Ik moet ook zo'n verdomde muts op, godverdomme. Heerlijk vrolijk. Ja, hij is altijd vrolijk. Dat kind dat lacht altijd. Nou, dat is fijn. Heel goed. Heeft hij niet van zijn moeder. Van zijn vader. Nou, dat weet ik nog zo net niet, maar van mij in ieder geval niet. Ja! Yeah! Wat is dat dan? Zie je dat? Is dat Bing? Is dat Bing? Wat zeg je? Hij is helemaal blij. Ja. Is dat Bing? Wauw!
En we zijn weer onderweg naar huis. Liam, je hebt Bin gekregen, hè? Dat vindt hem echt heel geweldig. Ja. Jordi en Sam hebben ook een cadeautje gekregen, maar die laten we straks even zien als we thuis zijn. Zodra ik thuis ben, gelijk de kindjes even fruitje en ze alles geven. En dan, Jordi verschonen, want die had alweer gepoept. Maar ja, als we hem nu gaan verschonen, denk ik dat we dan nog niet klaar zijn. Maar goed, we gaan onderweg naar huis. Inmiddels zijn we alweer thuis. En Sammy heeft dit gekregen, hè? Ja, maar jij wil een fles, hè? Daar heeft al iemand de fles. Hij krijgt de fles. En dan gaan daar je broers naar bed. Ja. En Jordi heeft dit gehad. Dit is ook voor motorisch en alles enzovoorts. Dan kun je zo gewoon mee rijden. Je kan er mee draaien. En je kan... Roetsch! Jippie! En dit is wat Liam heeft gehad. Hoi! Ik wil graag boe roepen. Shh. Boe! Roetsch heeft daar niet hoorbaar. Dus die heeft Bing. Er zijn er twee wakker, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is... Liam en papa. Liam en... Sam. Dat vinden wij alle zo prettig, ja, ja. En Jordi is ook wakker. Is Jordi ook wakker? Waarom is die nog niet beneden dan? Omdat ik eerst de start van de Formule 1 moest kijken. Die heb je nou gezien? Ja. Serieus Niels, waarom wil je hem dat bakje op zijn kop zetten? Dat betekent dat als hij fruit krijgt in zo'n bakje, dat hij het ook op zijn harsen zet. Nee. Ja. Daar heb ik toch last van. Nee. Bovendien Niels, moeten we daar nog naar de winkel. En de kinderen gaan mee. Dus zal papa zijn best moeten doen. Nou, we hebben boodschappen gedaan, zijn thuis gekomen, we gaan koken. Toen zijn we gaan eten. En toen zei ik tegen Niels. Ik trek het niet meer. Toen ben ik op de bank gaan liggen. En ben ik gaan slapen. En heb ik ook tussendoor Liam een paar keer in mijn nek gehad. En Joep zit te vervelen. Die zit nu te vervelen, ja. Tuut tuut. Niels die heeft de kindjes naar bed gebracht. En mij ons dus wakker gemaakt. En nu hebben we... Ja, drie keer geprobeerd, man. Ja, je bent heel lastig wakker te krijgen. Daarna hebben we undercover gekeken. En nu ga ik zo dadelijk alles klaarleggen voor de jongens. Zodat ik Jordi morgen naar school kan brengen. En papa is nu ook verkouden aan het worden. En ik heb last van mijn tong. Ja, hij heeft zo'n, zeg maar, een af die je wel eens op de gehemeld hebt. Heeft hij ook op zijn tong nou zitten. Dus ja, daar is hij last van. Nou ja, komt ook wel goed. Jawel. Een paar dagen. Ja, we zijn wel weer allemaal aangestoken geweest, hè? Mm-hmm. Maar, één voordeel. Ik ben aan de betere hand. Dus Niels die kan weer een lijn naar beneden doen. Dus dan kan ik het weer oppakken. En zo doen we elkaar helpen, hè? Als ouders zijnde. Mm-hmm. Maar goed. Als ik het allemaal gedaan heb, dan gaan we daarna lekker naar bed. Dus ik ga bij deze ook deze upside down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende!